Ja, ik ben blij om aan te geven dat de waarnemend president op vandaag, vrijdag 31 augustus, het parlement bericht heeft gestuurd dat de regering, naar aanleiding van de discussies die zijn gevoerd in DNA en de opmerkingen die zijn gemaakt over de ontmanteling van de plant van Alcoa, dat de regering naar aanleiding daarvan heeft overwogen en met Alcoa heeft gesproken en dat als resultaat daaruit is voortgevloeid dat de regering de Nationale Assemblée heeft bericht dat de ontmanteling van de plant van Alcoa zal worden aangehouden tot nadat de discussies in het parlement over de wijzigingsvoorstellen van de Brokopondo overeenkomst zullen zijn afgerond. Daarmee heeft de regering geprobeerd te voldoen aan datgene wat de Nationale Assemblée van haar gevraagd heeft. En daar zijn we bijzonder blij om, omdat dit natuurlijk voor ons land belangrijk is. Het democratisch proces, maar ook de handhaving van wet en recht, waardoor ons land geen precedenten schept. We zijn blij dat de regering daartoe is overgegaan.